Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, sinds 1992 heeft een hele reeks commissies zich over de bio-industrie gebogen. En die commissies hebben een gestage stroom rapporten afgescheiden. Ik citeer uit het rapport van de onderzoekscommissie onder leiding van Nelly Smit-Kroes uit 1992. En dat gaat over het functioneren van het ministerie van Landbouw, zoals dat toen nog heette. Deze commissie heeft een eigen zeggen, en hier begint mijn citaat, moeten concluderen dat bij deze specifieke onderwerpen, onder andere mest, tot nu toe de landbouwbelangen steeds de maat van het beleid zijn geweest. Eerst door de problematiek jarenlang te ontkennen, door vervolgens, toen dat niet langer meer was vol te houden, de problematiek te bagatelliseren en toen dat ook niet meer kon, deze halfslachtig aan te pakken. Voorzitter, de commissie Wijfels, 2001. De intensieve veehouderij, citaat, de intensieve veehouderij moet ingrijpend worden veranderd. De dieren moeten meer ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag, zoals buiten rondscharrelen. Het transport van levende dieren moet worden beperkt en het fokken van vee moet niet uitsluitend gericht zijn op de toename van productiviteit. De omgang met dieren is niet zoals we willen en het milieu wordt te veel belast. Varkens moeten vroeten, kippen scharrelen en de koe moet in de wei. Einde citaat. Minister Brinkhorst van Landbouw reageerde namens het kabinet. Citaat, dit rapport wordt uitgevoerd. Niet om een sector de grond in te duwen, maar om te zorgen dat we weer trots op de veehouderij kunnen zijn. Dan, het Planbureau voor de Leefomgeving, 2010. Ik citeer. Er blijven tal van problemen op het gebied van dierenwelzijn. Veel dieren worden ernstig ingeperkt in hun natuurlijk gedrag. Het transport van varkens over lange afstanden is niet afgenomen. De import van vleeskalveren en het daarmee gepaardgaande vervoer nam zelfs sterk toe. In 2012 schreef de evaluatiecommissie Van Dijk over de aanpak van Q-koorts. Het onderzoek naar de vermoedelijke infectiebron van Q-koorts is lange tijd gehinderd door het beroep op privacy van melkgeitenhouders. Dit heeft het exact lokaliseren van de besmette bedrijven bemoeilijkt. Het argument van de bedrijfsprivacy kan niet domineren in een proportionele aanpak van een volksgezondheidsprobleem en zeker niet in een aanpak gestoeld op het voorzorgsbeginsel. Voorzitter, de Algemene Rekenkamer in haar vervolgonderzoek over duurzaamheid van de veehouderij 2013. Citaat, het beleid dat de ammoniakuitstoot en daarmee de stikstofneerslag van de veehouderij moet verminderen, beschermt de biodiversiteit in Nederland onvoldoende. Vooral bij varkens en vleeskuikens worden de welzijnsregels onvoldoende nageleefd. In 2011 overtrad meer dan 50% van de vleeskuikhouders en meer dan 30% van de varkenshouders dierenwelzijnsregels. Einde citaat. Voorzitter, er worden al vele jaren door commissies gesproken over de toekomst van de vee-industrie. Zonder uitzondering stellen die commissies dat de intensivering en de grootte van de veehouderij is doorgeslagen. Alle commissies concluderen dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Maar in de praktijk wordt die bio-industrie alleen maar groter en industriëler. Voorzitter, we weten al lang wat we moeten doen. Daar hebben we geen nieuwe commissie voor nodig. Verwacht de staatssecretaris dat deze commissie anders zal rapporteren dan al die vorige commissies. Er moet een einde komen aan de bio-industrie en aan de mate waarin we in het Westen vlees en zuivel consumeren. Want alleen op die manier krijgen boeren weer economische kansen en alleen op die manier kunnen dieren natuurlijk gedrag uitoefenen. En alleen op die manier kunnen we de enorme druk die het fokken van dieren voor hun vlees, melk, eieren op de natuur legt, verminderen. Alleen op die manier kunnen we binnen de draagkracht van de aarde blijven en klimaatverandering tegengaan. En alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat toekomstige dierziekteuitbraken niet ten koste gaan van de volksgezondheid en het leven van duizenden gezonde dieren. Dank u wel. Dank u wel. En u heeft twee vragen. Eerst van meneer Geurts. Ja, voorzitter. Het was toch wel een selectieve weergave uit al die rapporten. Ik heb er de afgelopen tijd ook heel wat gelezen. Er staan ook hele andere teksten in, dus dat laat ik ook op konto van de Partij voor de Dieren. Maar mijn concrete vraag is, ik heb net een idee om jongeren, politieke jongerenorganisaties met elkaar verbinden van onderop, om die eens aan de gang te zetten in het vervolg van het pamflet. Wat vindt de Partij voor de Dieren daarvan? De jonge organisatie van de Partij voor de Dieren heeft zich teruggetrokken uit dat pamflet. Die ondertekende dat ook niet. Die hebben zich in het voorjaar van 2015 teruggetrokken. Dus dat is iets wat wij niet onderschrijven. Meneer Geurts.
Voorzitter, is dan de Partij voor de Dieren, wil die dan zo graag op een eilandje zitten dat ze geen enkele manier, hè, we hebben zogenaamde poldermodellen in Nederland, dat op geen enkele manier verbinding gezocht wil worden, is gewoon uw standpunt, hè, het standpunt van de moederpartij, zo belangrijk dat de jongerenorganisatie daar niet aan mee mag doen? Voorzitter, het is heel duidelijk. Het standpunt, niet alleen van de Partij voor de Dieren, maar ook van al die commissies die ik geciteerd heb, is dat de veehouderij is doorgeslagen, dat de schaalgrootte is doorgeslagen en dat we minder dieren en een extensievere manier van veehouderij moeten. Op het moment dat er dadelijk een commissie komt die gaat kijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven, nou dat is iets wat de Partij voor de Dieren wel kan ondersteunen. Maar om nu weer gaan praten in een of ander verband over hoe we allemaal verder moeten gaan op deze manier met dit systeem, nee, dat steunt de Partij voor de Dieren niet. Meneer Graus. Dank u, meneer de voorzitter. Ik deel met de heer Wassenberg, want daarom steunen wij ook altijd de moties die gaan om een moratorium, op megastal of noem maar op, de uitbouw van de bio-industrie. Ik kan er niet altijd mee gaan, meneer de voorzitter, als de Partij voor de Dieren vraagt aan deze staatssecretaris van slechts één land, maak een einde aan de bio-industrie, want dat heeft te maken met wereldwijde vraag en aanbod, dat gaat niet. Maar ik deel de mening en dan zal ik de heer Wassenberg ook steunen, maar mijn vraag is, wat moet er nu concreet gebeuren? Want het bestaat momenteel, we kennen een bio-industrie. Maar ik hoor de heer Wassenberg niet met een, ik kom dadelijk met een voorstel, omdat er ook dierenartsen in de commissie moeten zitten en dat ook de sector vertegenwoordigd moet zijn. En mogelijk moeten we toe naar die kleinere gezins- en familiebedrijven, wat u en ik beide willen, maar dan moet het toch wel, dan zou zo'n commissie kunnen helpen, meneer de voorzitter, daar zou ik graag een reactie op gaan. Ja, maar deze commissie, voorzitter, die gaat kijken naar, ik heb de opdracht niet bij me, die gaat vooral kijken naar de economische perspectieven en de verduurzaming, maar allemaal uitgaande van het huidige systeem. En dat is een systeem dat wij als Partij voor de Dieren niet in stand willen houden. Dat is een systeem waarvan wij zeggen, waarvan al die vorige commissies zeiden, dit moet worden afgebouwd, dit heeft niet de toekomst. En nu opnieuw een commissie die gaat kijken met hoe moeten we vanuit dit systeem verder gaan, dat heeft geen zin. En dan kun je er een aantal dierenartsen aan toevoegen, maar dat heeft ook geen zin, omdat die commissie zit dan niet op de goede plek. Er moet een commissie komen, eventueel, die gaat kijken naar hoe wordt het afgebouwd. Dat is iets. Maar dat wilde ik dus van u horen. Kijk, want ik denk, meneer Geurtshorende, zal die de commissie Nijpels niet gaan steunen? Ik ook niet en u ook niet. Maar we moeten wel zorgen dat er wel iets komt wat wel ter zake gaat doen. Want overal maar nee tegen roepen, maar we moeten dan wel met de oplossingen komen. Dus ik wil dadelijk een voorstel gaan doen van laten we nou een commissie, een andere commissie gaan opstellen met een evenwichtige samenstelling. Nou, als er een commissie is die vooral als opdracht heeft om te kijken hoe de vee-industrie kan worden afgebouwd, dan kunnen we daar eens verder naar kijken. Maar als het verder een commissie is die uit moet gaan van het bestaande systeem en daar weer een paar millimeter verbeteren, dat heeft heel weinig zin. Goed. Meneer Graus, we gaan zo luisteren naar uw voorstel. Mevrouw Kozakaya, aan u het woord. D66.